Nou, ik ben Roel Venhuizen. Ik ben op dit moment zelfs voorzitter van de Zwolse sinds december. En ik ben ook de coördinator van deze herenveteranen H, de 70-plus ploeg. Het is toch een soort vriendenkring. He, wat zijn toch de aardigheid? Je doet grote wedstrijden zoals de Het. En dan daarna gaan we met de dames, is er gewoon een eetpartij. Erg leuk. Het zijn allemaal heel verschillende mensen met hele verschillende achtergronden. En staan allemaal anderen in het leven, hebben allemaal andere dingen meegemaakt. Dus het is een boeiend, divers gezelschap. Kijk, je kent die heren van haven tot gort, daar roei je al jaren mee. Ik wil dat de heren goed roeien. En ik kan het niet uitstaan als er twee zitten te feesten. Dat zeg ik dan ook wel eens, hè. En dan opeens hoor ik allemaal gekwetter voor in de boot. En dan zeg ik, rot jongens, jullie hebben je niet goed moe gemaakt als jij nu nog kan kwetteren. Ja. Je leert elkaar gewoon steeds beter kennen. Dat is ontzettend leuk. Na de Het hebben we altijd een fantastisch diner bij Erik thuis. Hij heeft een hele mooie boerderij met een grote deel. We hebben een fantastische avond. Dus we hebben prachtige hoogtepunten zo door het seizoen heen.